Ronald Waterhuis is de koersdirecteur vandaag. En op de startlijst met nummer 153 nog één Waterhuis, Kylie Waterhuis. Zo is er een kleine familiereunie in Bocholt. Jouw oom is koersdirecteur. Heeft hij nog van tevoren iets met je besproken? Niet echt. Dat ik plezier moest hebben vandaag. Ik ben hier als koersdirecteur en daar mogen geen familiebanden wat dan ook maar mee te maken hebben. Zo vertrekken we om stipt 12 uur op weg met twee koersen. De mannen rijden links het dorp uit en de vrouwen gaan aan de rechterzijde het dorp uit. Een mooie organisatie waarbij zowel de mannenkoers als de vrouwenkoers gelijktijdig vertrekken. Maar na een paar kilometers gaat het bij de vrouwen al mis. Joyce Aramach van wielerclub Bergklimmers uit Stijn is het slachtoffer geworden van een valpartij. En dat zijn er meer die daar de problemen hebben. Voor deze dames is de wedstrijd dan al snel voorbij, want het was een harde koers. Wie even niet mee kan, zoals Anne Fleur de Leeuw, is gezien. De Huls in Simpelveld is de scherprechter. In totaal moet hij 5 keer beklommen worden. En in het roze tenue is Vine van der Schoot bezig aan de klim met een maximaal percentage van 11%. De eerste, de beste aanvalster van de dag. Minke van Dongen is gedemareerd. 33-jarige renster. Lid van wielervereniging De Jonge Renner. Vorig seizoen in 2015 behaalde ze 5 overwinningen. Dit seizoen zat er nog niet meer in dan een tweede plaats in de ronde van Waddinxveen. Maar ze krijgt niet al te veel voorsprong. Maximale voorsprong van deze renster was 20 seconden en het peloton pakt daar terug. Dan een nieuwe uitlooppoging van 4 rensters. Op de Huls gaan zij in de aanval en het peloton ziet ze wegrijden. En we zitten dan al in de laatste 10 kilometer van de in totaal 98 kilometers die de rensters voor de wielen krijgen. In die kopgroep Esther van Veen. En hier in het roze de Limburgse inbreng van Carlijn Swinkels en in het nationale kampioenstenue Nicole Stijgenga. Nationaal kampioen bij de junioren. Maar ook deze groep haalt het niet. Want deze vluchtpoging wordt onder andere teniet gedaan door het goede ploegwerk van de ploeg van Jan van Arkel. Ronald Waterhuis, de koersdirecteur, weet dat het dan gaat uitdraaien op een sprint. En die sprint in de straten van Bocholt wordt gewonnen door Evie Kuipers. Zij is de snelste en eist de bloemen op. Ja, vandaag was het top. Het weer was top. En ik ben blij met mijn ploegmaten die goed gereden hebben. Dus alleen maar complimenten. Ja.